Aanstaande zaterdag is het zover. Koningsdag. Door heel Voorneput is het één groot oranjefeest. Wij zijn vandaag op stap in Zuidland om te kijken hoe ver ze hier zijn met de voorbereidingen. Hoe ver zijn jullie met de voorbereidingen hier in Zuidland? Ja, we zijn heel druk bezig met de voorbereidingen. We zijn natuurlijk al heel lang bezig. Al vanaf voor de kerst af ga je al een programma samenstellen. En steeds dichterbij wordt het natuurlijk spannender. En nu moet je alle puntjes op de i gaan zetten. Maar in principe staat alles op stapel. Ook hier in het centrum van Zuidland hangen de vlaggen al buiten en is de opbouw in volle gang. Nu ziet het er nog leeg uit, maar aanstaande zaterdag staat het hier bomvol met mensen en leuke activiteiten. We hebben een volledig programma gemaakt dat we willen hebben voor dat iedereen mee kan doen. Dus jong en oud. Vaak viel die bepaalde jeugdgroep viel er al net tussendoor. En wat we nu hebben is, zeg maar, we beginnen met de kindermarkt. We hebben een oudbaden. We hebben een brandweerspel, die staat hier altijd opgesteld, hier op de ring. We hebben een Arie den Hartog oranje fietstocht. Dus iedereen die een racefiets hebt, meedoen en een rondje eiland. Dat is 50, 60 kilometer. En dat wordt van hieruit georganiseerd. En dat is een prachtig evenement. En we hebben 's middags voor de kleintjes een sport- en spel- en speurtocht, zeg maar, door het dorp. Die krijgen een stempelkaart. Er is een vossenjacht voor de hele kleintjes, die kunnen ook af laten stempelen. Er zijn leuke dingen voor. En s'avonds hebben we een knallend muziekfeest hier op de ring. En dat is een fantastisch evenement, altijd ieder jaar terugkeren. Voor iedereen is wat te doen. En smiddags in de andere kerk is zelfs nog een bingo voor de 60-plussers. Of wie zich geroepen voelt en die houdt van bingo, kan er ook naartoe gaan. En iedereen is welkom. Ook andere mensen van andere dorpen zeggen, joh, bij ons is niks te doen, kom naar Zuidland. Zo zijn er verschillende optredens van de First Class Flamingo's en de band All Stars. Klinkt echt als één groot feest. Ja, dat proberen we ieder jaar weer te doen. Het is altijd een heleboel werk. We hebben een heleboel vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. We hebben 40 man aan vrijwilligers in onze vereniging zitten. We doen het niet alleen, we doen het met z'n allen. En we hebben verschillende groepen. We hebben een jeugdcommissie, we hebben een versieringscommissie, we hebben een muziekavondcommissie. En we hebben een redactie, want we hebben echt een flink blad. Een programmablad waar alles in staat. En dat is ook eigenlijk een bewaarblad voor het dorp. Waar alles in staat qua mensen van bedrijven die allemaal mee willen adverteren. En artikelen over bekende Zuidlanders en onbekende Zuidlanders. En daar maken we een leuk geheel van. Iedereen welkom hier in Zuidland op 27 april. Nou, hier in Zuidland zijn ze helemaal klaar voor Koningsdag. Dus ik hang ook de vlag uit.